mijn verjaardag, dus ik krijg inmiddels een stukje taart gezellig en feest. En ik ga even. Het is aardbeientaart, heb ik zelf meegenomen. Ja, ik moet zeggen, hij is heel lekker. Ja, nee. Graag gedaan. Oh, dat wist je. Hey, Igmar, er is één ding waarvan we, ja, waar we eigenlijk best wel zin in hebben. Ja. Jij bent Amersfoorder. Ja. Hoe zeg je dat? Amersfoorder? Trots Amersfoorder. Ja, en nou is het zo, jij woont liefde daar, voor die stad. Jij woont daar en je hebt je studentenhuisje daar. Ja. Nou dachten wij, wat moeten we daarmee doen? Ja. Nou hebben we eens even gekeken wat er allemaal mogelijk is. We hebben onze contacten in, ingesigned. Even wat rondgebeld. Ja. En nou is er iemand die iets tegen je wil zeggen, namelijk je eigen burgemeester. Echt waar? Ja. Is dat echt waar? Ja. Dus, daar komt hij hoor. Oké. Dag Igmar, je bent vandaag 24 geworden. Is voor mij heel lang geleden. Ik behoor helemaal niet bij jouw doelgroep. Slam FM, ik heb geen benul welk muziek je draait. Maar ik weet wel dat je heel trots bent op Amersfoort. Bijna in iedere uitzending laat je de naam van Amersfoort vallen. En dat terwijl je maar op 22 vierkante meter woont. Een mooie stad. Je bent trots op, je bent een ambassadeur. En onze ambassadeurs geven wij altijd een kleinoot. En dat heb ik in mijn hand. En ik vertel het even voor de radioluisteraars. Ik ben vroeger trouwens ook radioverslaggever geweest. En dan moet je alles vertellen. Het is een kleine stier. En de stier staat ergens in Amersfoort. Jij kent hem, vertel hoe die eruit ziet. Ja. En dat is de kracht, de trots van Amersfoort. Je krijgt hem, doe hem op je kleding en doe er dan wel een spijkerbroek bij aan. Van harte gefeliciteerd. Ja, dat is onze burgemeester. Ja, Igmar, ik mag je feliciteren, want je bent sinds vandaag ambassadeur van Amersfoort. Nee, echt waar? En ik heb vandaag, ik heb lopen chillen met je burgemeester en ik heb het speldje opgehaald. Wat vind ik dat leuk. Dus pak hem aan, zou ik zeggen. Ben ik echt? Je bent officieel erkend ambassadeur van de stad Amersfoort. De stier is inderdaad ons trotse beeld, waar we allemaal heel trots op zijn. Die staat op de rotonde in Amersfoort. Ja. Daar zijn we heel trots op. Maar wat betekent dit? Wat leuk, jongens. Nou, jij bent dus ambassadeur en dat betekent dat je een soort van bijzondere inwoner van Amersfoort bent. En dat dat ook echt erkend is. Ah. En het leuke is, ik vroeg dus aan de burgemeester. Hij zei, ik luister natuurlijk niet heel veel naar CFM. Maar hij wist wel heel goed wie je was. En hij wist ook echt over je te vertellen en zo. Echt waar? Dus Amersfoort. Maar wij Amersfoorters zijn altijd heel close met elkaar. Hè? Dus het is een hele dorp, hè? Ik merk het. Maar ik vind dat je eigenlijk het speltje vandaag de hele dag op moet hebben gewoon. En nou heb ik ook, ik weet niet of dat dit het moment is dan, maar ik ben zo trots op Amersfoort dat ik iets heb gemaakt. Ik ben zo trots op Amersfoort. Wat we gaan doen binnenkort. Ja, want ik ben zo trots op Amersfoort dat ik op een gegeven moment een beetje heb zitten knutselen. En moet ik hem nu even instarten? Ja kijk, maar, dit laat mijn liefde voor Amersfoort zien. Nieuws over de meest legendarische en de meest spraakmakende stad van het land. De mooiste plek op aarde. De stad waar de zon altijd schijnt en de mensen alleen maar kunnen lachen. Ja. Hey man, doe normaal man, idioot. Nieuws uit Amersfoort. Hey, ik ben zo trots op Amersfoort. En sinds vandaag ben je dus ambassadeur. Breaking news, Igmar Felicia is officieel ambassadeur van de stad Amersfoort. Dit vind ik heel leuk, jongens. Mag je Twitter-bio zetten? Ja, dit gaat in mijn Twitter-bio, Dit is leuk. En ik zou je burgemeester bedanken, want hij vindt het helemaal mooi dit. Minuten voor half elf. Ja, op je verjaardag. Op mijn verjaardag. Voel je een beetje, Deze vraag, die heb je nou al 10 keer gesteld. Ja, maar ik vraag hem Ik moet zeggen, ik heb nou een aantal cadeaus gehad. Ik heb van mijn huisgenoot sokken gekregen. Dat vond ik een heel leuk cadeau. Ja. En ik heb van onze cameraman Robin een heel leuk briefje gekregen. Ja. Ik heb van jullie een fles wodka gekregen, maar het allermooiste is, ik ben ereburger officieel ambassadeur van de stad Amersfoort geworden. En dat is niet niks. Ja. Ik moet zeggen, ik heb er ook keihard voor gestreden om jou dat te kunnen maken. Ja. Ik ben blij dat je het bent. Maar even, je bent nu 24 in dit jaar. Het is wel een keer tijd om volwassen te worden. Ja, maar ik heb het idee dat je ergens naartoe... Ja! En het gaat nog even door, hoor. Let op. Wat is dit allemaal, jongens? Dit zijn jouw vrienden, Igmar. Lang zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Even hadden, we hebben hem meegenomen. Lekker. Wat dacht je nou dat je een feestje kon geven aan ons niet uit kon nodigen? Wat denk jij nou?
Nou, ik, ja, is er wat nu? Ik, nou, ik geef eigenlijk het woord gewoon aan Stan van het feestteam. Okay. Ja, nou ja, ik ben natuurlijk niet alleen. Ik ben samen met Frank. En 721 vrienden hebben we gevraagd om te komen. Nee, het zijn er. Ja, je kent ze allemaal natuurlijk. Ja, ik zit echt te kijken hoeveel mensen. Allemaal vrienden. Ja, ja, ja. Sorry. Ja. Nou, het diepste geheim hebben we natuurlijk met Rens al ruim een half jaar contact. Want hij zei, ja, je moet er wel bij zijn natuurlijk op de verjaardag van... van Igmar, want Igmar heeft ons verteld dat hij een van de leukste uitzendingen, de uitzendingen vond van carnaval. Ja, ja, ja. Ja, ja met ja. ons. Ja. Nou ja, dat vonden wij ook, dus we zijn erbij. En we hebben eigenlijk iets bedacht. Ja. Dan zouden we er eigenlijk een muziekje bij moeten hebben. We hebben eigenlijk een custom made iets voor jou. Ik heb voor jou een muziekje geregeld. Ja. Moet nu... Nou, zijn jullie er klaar voor? Nee, maar laat maar gewoon doen. Ja? Ik zou gaan staan, Igmar. Oké. Okay. Ja, hè? En ik denk dat de vrienden, kennissen en iedereen die echt maar een warm hart toedraagt... Ja, even mag meezingen! Ja, de complete zijn er vrij heel makkelijk. La la la, komt ie. Ja, uitwerking! Ja! Soms gaat het goed en soms gaat het slecht. Maar luister naar Igmar en weg is je pech. Luister op maandag, dan kun je er tegen. En ook op de dinsdag, dan moet je hier wezen. Luister op woensdag, net als de meeste. Nu is het donderdag, dus hop lekker feesten! Ja! Ja! En twee, dat maakt samen drie. Zij zorgen samen voor de magie. Rens en Joep, dat zijn twee Mongolen. Maar dat is altijd nog beter dan het Amersfoort komen. Maar wist je dat ik maar heel goed kan zingen? Ja. Maar nu even niet, want eerst even springen! En springen, het gas moet erop. Igmar, juist ja, die loopt weer voorop. Van 7 tot 12, 4 dagen lang. Dat mag nooit meer stoppen, het idee maakt me bang. Nu met z'n drieën, hop door de knieën. Attentie, attentie, allemaal zakken! Even door de knieën, jongens, even zak, 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 zak. Ja, dit is lachen. Ja. Dan gaan we even met z'n allen zakken. Ja. En dadelijk op ons steken, jongens, op ons steken. Moet de studio weer afgebroken worden. We gaan namelijk met z'n allen springen dadelijk. Ja, op ons steken. Hè. Blijf even zitten, even laag, laag. Ja, zak, 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 zak maar door. Heel goed, door. Hebben we nog nooit zo makkelijk publiek gehad? Dat is echt ongelooflijk, zeg. Ja. Oké, okay, jongens, we gaan springen! Wie heeft die tekst verzonnen trouwens? Ik had veel verwacht, maar dit had ik nooit verwacht. Nee, jongens. En als verrassing mag je de confetti opruimen. Kleur bij kleur. Kleur bij kleur. Nou ja, ik zou zeggen, ja, mocht je zitten luisteren, het stroomt hier één keer helemaal vol met alleen maar een mensen. Stuk of 30 echt al mijn vrienden inderdaad. En het feestteam die net een geweldig optreden. Jongens, dankjewel man. Het zit in een toetsenbord, de confetti. Ja.